Malmö, Zweden. November 2018. Een ochtendmist overtrekt een in het ochtendschemer liggend meer. Een koele wind waait in zeldzame stilte door de bossen heen. Een bergkerkje tegen het heuvellandschap slaat de klok van 8:30. Vogels vliegen op. Op een bankje aan de rand van het water ontmoeten we Holly. Holly staart over het water met de blik van iemand die al lang wakker lijkt te zijn. Ze zit alleen. Een labrador die luistert naar de naam Luma cirkelt speels rond haar baasje. Holly's hand tast om haar arm geklemd en haar nek verstopt in de rechtopstaande kraag van haar mantel verraden een onrustige ochtend. Een muts, nonchalant op haar hoofd, slaagt er niet in haar donkerrode haren te verbergen. Het is een rood als dat van de herfstbladeren die zich onvermoeibaar van de bomen naar beneden smijten. Rondom het meer liggen de paden vol van herfstblad. Een wandelaar met hond passeert enthousiast en begroet haar zoals alleen hondeneigenaars dat doen. Hij spreekt trots over gemeentefeesten en overhandigt Holly een uitnodiging. Luma en de andere hond hebben het duidelijk naar hun zin en ravotten langs het water. Holly is rechercheur. Haar zaken wegen op haar, maar daar heeft de hondeneigenaar toch geen schuld aan? Holly blijft dus de beleefdheid zelf en ze knikt aanstekelijk. Ze lijkt zelfs geëngageerd, ook al weet ze dat ze niet zal gaan. Een net afgehandelde moordzaak heeft haar zichtbaar vermoeid. Ze wil alleen zijn. Misschien wil ze wel liefst dan al in de armen van haar minnaar zijn, of maakt ze dat zichzelf wijs. Misschien wil ze alleen maar wijn en die verdomde verboden sigaret. Ach, het is te vroeg voor bedenkingen. Het water maakt haar hoofd leeg. Het irritant overgaan van haar gsm verbreekt Holly's illusie van een o zo noodzakelijke rust. Waarom klinkt een beltoon steeds luider als je stilte wilt? Ja, Koen? Holly, ik wil het even over de kinderen hebben. Ik heb geen tijd. Ik wil mijn jongens deze weekend zien. Koen luistert. De afspraak is om de 2 weken zaterdag, dat weet je. Of zeg ik je, toch wil ik ze zien, hè. Kijk, Torf is 16 en onze Gunnar is al 18. Ze hebben ook hun eigen leven. Hadden we een afspraak of niet? Koen, we zijn uitgepraat. Luma voelt de bui al hangen en schurkt zich tegen Holly's been. Het aaien van dieren kan de mens troosten. Holly en Luma komen uitgewaaid thuis aan. Een prachtige chalet die over hetzelfde meer kijkt, noemen zij hun thuis. Haardvuur, soep, thee en klassieke radio op de achtergrond. Al de clichés omarmen ze in hun zoektocht naar gezelligheid. En het werkt. Terwijl Holly haar laatste paparazzen wegsteekt en in de keuken het water haar kookpunt bereikt heeft, is daar plots weer. Verdomme, Koen. Moordmysterie na 6 jaar eindelijk opgelost. Proficiat, collega. Zelfs in Noorwegen haalde jij hier de voorpagina's. Gaan we dit weekend vieren? Het is weer veel te lang geleden. Merci, Annika. Heel lief dat je belt, maar mag ik eerlijk zijn? Ik kan eigenlijk echt wel wat rust gebruiken. Wat scheelt er? Is de Koen weer bezig? 60 gemiste oproepen. Kan tellen, hè? Oh, Jesus. Holly, we spreken dan later wel af. Laat je maar iets weten als je me nodig hebt, hè? En de groetjes aan de jongens daar. Doe ik. Hou je goed daar in Noorwegen. Ik kom snel af. Het was zo'n kort gesprek dat deugd doet, net omdat het kort was. Tijdens het opleggen van haar gsm beseft Holly plots de tijd. Binnen 4 uur komt Torf, de jongste van haar zonen, thuis.
Ze heeft slaap nodig als ze straks een goede moeder wil zijn. Slapen gaat voor Holly steeds samen met wakker liggen. Enkel een grote hoeveelheid wijn krijgt de klus echt geklaard. Maar straks wil ze een goede moeder proberen zijn. Safranax is steeds plan B. Plan B zal het zijn. Holly ligt zijwaarts in bed en kijkt recht op een raam met zicht op het meer en het dal. Haar bed moest en zou aan dit raam staan, omdat het uitzicht haar helpt. Het leidt haar af van een constante pijn die ze voelt als haar lichaam in ontspanning gaat. Haar drijfveer van elke dag op te staan en te werken is niet enkel de job of de ambitie. Het is het waanidee van pijnloze tijd te beleven. Over haar rug heen zien we van onder de rode haren litteekens lopen die zich tot aan haar heupen verspreiden. Die ingebrande huidstructuren, wonden of herstellingen zijn niet te onderscheiden. Ze strekt haar lakens over zich als nieuwe huid. Ze slaapt. Eindelijk. Ze slaapt. Mama? Mama, zit je thuis? Waar zit jij? Torf, Holly's jongste zoon, verrast haar. Holly zit nog in de badkamer. De postbode is hier net. Er is een aangetekende zending. Met slecht afgedroogd haar en half aangekleed komt Holly de woonkamer binnen. Torf ziet gsm starend aan het keukeneiland puber te wezen. Holly wilt weten wat de postbode bracht, waar die is. Torf reageert niet, tot Holly roept om aandacht. Waar is het pakket? Ah, mama, fijn u nog eens te zien. Ja, met mij gaat alles goed. En met u? Holly beseft dat ze niet erg lief is voor Torf. Uw pakketje ligt daar op de kast. Wat is dat trouwens? Holly reageert niet meer. Holly trekt zich terug met het boek dat ze al lang verwacht. Het is een eerste versie van haar uitgeschreven dagboek. Ze haat het woord biografie en heeft ook geen concrete plannen met het boek. Niet omdat het slecht geschreven is, maar net omdat het geschreven is. Ze geraakt beklemd met het besef dat haar taal en leven vastgelegd is. Ze kijkt naar haar zoon die alleen aan de keukentafel zit en die van niets weet. Ze ging een goede moeder zijn. Een salade met tonijn versiert de tafel. Brood smeult uit de broodrooster. Op de ijskast prijkt een foto van Holly, Torf en Gunnar. Haar oudste zoon is een zorgenkind. Ook al gebruikt ze het steeds als redelijk argument tegenover Koen, ook zij heeft het moeilijk met het snelle opgroeien van haar zonen. Ze pakt Torf vast en kust hem op zijn voorhoofd. Zeg moeder, ça va? Drink jij niet te veel? Holly weet niet wat te zeggen. Sorry, hè, maar uw glasafval valt nogal op. Allee, sorry, ik bedoel het niet zo, hè. Holly voelt zich betrapt door haar jongste zoon. Ze denkt verplicht na over hoe ze zich voelt en raakt er onrustig door. Ze wil Gunnar bellen om zich ervan te verzekeren dat het goed gaat met hem. Haar gebrek aan controle doet haar verlangen naar controle. Kon ze maar gewoon aan een nieuwe zaak werken. Wanneer Torf vertrekt, blijft Holly alleen achter. Ze ziet Torf groeien en Gunnar is al zo groot. Het enige kleine kind dat ze nog kent is Koen en daar wil ze net van af. Holly wil Roberto in haar buurt. Roberto is een minnaar pur sang. Hij is er wanneer zij wil en verdwijnt wanneer zij wil. Waren haar zonen maar even gehoorzaam. Cara mia. Ik wil u zien. Ik ook. Vanavond. Ik zorg voor de Chianti. Ik douche en ik ben daar. Is perfect. Haast u maar. Wie was dat? Gunnar, je bent hier. Ja, mag het? Ik kom gewoon iets oppikken dat ik nodig heb voor bij de Lars. Dan kun jij daarna afspreken met wie dat je maar wilt. Gunnar, alsjeblieft. Het zou tof zijn als je op voorhand iets had laten weten. Wil je een tas soep misschien? Maar ik ben geen 6 meer, hè. Weet je, je zou beter andere vrienden zoeken dan die Lars. Ik doe met mijn leven wat ik wil, oké? Holly verstijft. Ze zwijgt om de situatie niet te laten escaleren. Ze heeft hier niets op terug te zeggen.
Ook zij heeft steeds gedaan wat ze wou, ondanks alles. Het is een deugd die ze niet wil afnemen, maar wat mist ze de jonge, beleefde en respectvolle Gunnar. Hij doet haar denken aan Koen, ze walgt van het idee. Ze kijkt Gunnar aan en wrijft hem speels over het hoofd. Ik moet nog even de was ophangen. Zodra Holly in de andere kamer is, gaat Gunnar op zoek. Hij zoekt geld, eender welk geld. Elk klein potje, elk jaszak gaat hij af. Hij schaamt zich over deze onzinnige diefstallen. Hij kan het niet laten. Wanneer Gunnar Holly's boek ziet liggen, vertraagt hij. Hij slaat het boek willekeurig open en leest enkele zinnen. Plots voelt hij zich bekeken, in paniek, alsof hij iets gedaan heeft dat hij nooit meer zal kunnen veranderen. Hij steekt het boek in zijn rugzak en stapt op. Wanneer Holly merkt dat Gunnar verdwenen is zonder iets te zeggen, kan ze niet kiezen tussen een moederlijk verdriet of een rebelse trots over haar zoon. Misschien bestaat het leven niet uit kiezen, maar net uit het afwisselen van tegenstrijdige gevoelens en beslissingen. Holly zet muziek op die haar doet denken aan Roberto. Ze wil bij hem zijn. Ze wil hem bij haar. Nu. De deurbel gaat. Bellissima. De ruimte vult zich met Argentijnse tango-muziek. Roberto danst traag met Holly, die zich als volleerde danseres laat leiden door de muziek en Roberto's hand op haar heup. De combinatie van de wijn, het dansen en Roberto's innemende persoonlijkheid doen Holly bewegen zonder pijn, zonder zorgen. Ze kust hem innig om haar dankbaarheid te tonen voor dit moment van volledige overgave. Wanneer plotseling de deurbel gaat, lijkt niets nog te wijzen op slecht nieuws. Holly zwaait de deur open en ontvangt met de verwachting nog meer Roberto's te mogen ontvangen, maar tevergeefs. Het is Koen. Wat doe jij hier? Wie is dat? Koen kijkt Roberto vol walging aan. Holly kan maar niet beseffen dat dit echt aan het gebeuren is. Hoe lang is dat hier al bezig met die lapswijns? Dat is hier mijn vrouw. Holly schiet wakker terwijl haar blik van Koen naar Roberto gaat en van Roberto naar Koen alsof ze een dodelijk spel pingpong bekijkt. Moei u niet. Dit is hier mijn leven. Je hebt hier niks te zoeken. Roberto weet niet wat hij meemaakt. Hij ontvlamt in een Italiaans gevloek dat niemand verstaat, maar iedereen begrijpt. Una situazione degutante! Troia sporca! Roberto blijft maar doorrazen tot hij plots uit het niets een slag in zijn gezicht krijgt. Zelfs Koen verschiet van zijn eigen actie en bevoelt zijn vuist alsof die even niet van hem was. Ondertussen wordt de Argentijnse tango overroepen door het geblaf en gegrom van Luma, die dreigend hapt naar Koens been. Koens blik staat angstig scherp. Koen beseft nu pas wat hij deed, alsof heel deze actie hem onbewust ontglipte. Hij vlucht het huis uit en nog voor iemand kan ingrijpen, scheuren zijn banden over de kiezelbaan weg van dit slagveld. Holly probeert Luma rustig te krijgen en de schade aan Roberto's gezicht te meten, maar die weigert. In schok blokt Roberto elke hulp af. Hij wil weg en maakt dat duidelijk aan Holly. Dit is het hem allemaal niet waard. Hij vertrekt. Luma loopt hem verdwaasd, blaffend na. Holly blijft achter. Hoe durfde jij hier zo binnen te vallen? En ook kende jij mijn adres? Ik ben uw vrouw niet meer. Stop met mijn leven kapot te maken. Holly hoort haar smeekbeden door de telefoon nagalmen in Koens auto. Koen ademt zwaar terwijl Holly huilend door de telefoon schreeuwt. Ik wil u nooit meer zien en ook nooit meer horen. Koens auto raakt een vangrail en krijst zich van de baan. Holly kan horen hoe Koen vloekt en schreeuwt uit angst. De remmen gieren, de banden stuk en de auto komt tot stilstand. Opeens is alles stil. Koen? Koen? Antwoord. Holly kijkt naar haar gsm-toestel alsof ze er doorheen probeert te zien hoe het met Koen gesteld is.
Niets gaat nu nog over de ruzie die haar leven kapot maakt. Nu is nu en nu wil ze weten hoe Koen eraan toe is. Dan hoort ze gemurmel en een zware, stokkerige ademhaling. Koen huilt en kermt. Koen, luister goed. Ik ga ophangen en de hulpdiensten bellen. Blijf ademen en probeer niet te veel te bewegen. Holly legt in. Op automatische piloot belt ze naar het ziekenhuis. Ze geeft zo duidelijk mogelijke richtlijnen en coördinaten en haakt dan in. Ze haakt in en ze haakt af. Holly blijft verweest achter. Ze vindt in haar verdriet geen energie om Roberto achterna te gaan. Ze vindt geen energie om nog ongerust te zijn over hoe het met Koen zou gaan. Koen laat voor de zoveelste keer zijn sporen van destructie na. Ze is het al gewoon, kan er nog amper om huilen. Dat haar kinderen van hem zijn, kwetst haar nog het meest. Dat haar kinderen hun vader niet kennen zoals hij is, ook. Holly's pijn dringt zich weer op. Zelfs in haar gedachten mag ze niet te lang bij de zaken stilstaan. Wijn. Zit er nog wijn in de fles?